Nee, nee, het is gewoon niets te ruiken hier in de Harnaspolder. En dat komt omdat ze hier bij de waterzuiveringsinstallatie heel erg efficiënt omgaan met al dat materiaal wat door de riolen hier naartoe komt om gezuiverd te worden. In de silo's hier achter mij wordt gas opgeslagen. Dat is afkomstig uit het riool. En gas is energie. Eigenlijk vinden ze dat je hier moet spreken van een energiecentrale, Kleun van den Ende. Zo wilt u dat toch noemen? Energiefabriek zelfs. Ja, vroeger was het een afvalwaterzuiveringsinstallatie. Maar tegenwoordig spreken we van een energiefabriek. Uldrol levert energie. En daar doen we wat mee. Daar wekken we stroom mee op. Eigenlijk net zoveel als voor een heel dorp als Wateringen. Dus dat is nogal wat. Op dit moment gebruikt u die energie voornamelijk om uzelf te voorzien. Deze installatie verbruikt ook energie. Maar dat gaat binnenkort verder dan dat. Nou ja, met de voortschrijding van de techniek willen we eigenlijk zover komen dat we netto energieleverancier zijn. Dat is eigenlijk het doel. He, energiefabriek, het woord zegt het al. En kunt u dan uiteindelijk ook met die energie geld verdienen? Nou, dat zit er wel aan te komen. In ieder geval ervoor zorgen dat de tarieven niet verder omhoog hoeven. Want dat is toch het doel, he? De laagst mogelijke kosten. U had het erover dat er binnenkort ook een woonwijk voorzien gaat worden van energie afkomstig van deze zuiveringsinstallatie. Ja, naast deze zuivering wordt een nieuwe woonwijk gebouwd door Delft. En door de warmte die nog in het afgezuiverde water zit, gaan we die huizen ook verwarmen. Goed, heel goed dat we het daar eens een keer over hebben. Het is tenslotte vandaag Wereldtoiletdag. En hier geldt nu het credo: poep is power.